Apple zegt van oké, Griekenland, we moeten geld verdienen. Binnen 2 maanden ligt er een marketingplan en dan gaan ze geld verdienen. Dan zeggen ze gewoon, wat hebben jullie? Olijven? Is goed, gaan we olijfolie verkopen. Want zo doen ze dat, 1 product en dat goed in de markt zetten. Nou, dan komt er een kerel met een kooltrui en een fles olijfolie en een PowerPoint-presentatie. Die gaat op de een of andere beurs in San Francisco staan of in L.A. En de volgende morgen wil iedereen olijfolie hebben. Heb je het al gehoord? Apple heeft olijfolie. Echt waar? Ja, olijfolie. Wauw, olijfolie. Het kan in je haar, het kan onder je oksels, het kan op de boterham. Olijfolie. Er komen de speciale olijfolie-stores, dat je niet meer naar de supermarkt hoeft voor de olijfolie. Nee, je moet naar de olijfolie-store, want daar hebben ze hoesjes voor de olijfolie. Daar hebben ze opladers voor de olijfolie. Daar hebben ze de olijfolie-kitchen loading dock. Dus een houten plank, kun je hem opzetten. €200 moet je hebben, tuurlijk, ja. En dan heb je het hele zootje in huis, dan komt de olijfolie 2.0. Moet je een nieuw hoesje, een nieuwe opladen, nieuwe loading dock. En dan komt er iemand naar je toe. Heb jij olijfolie al in de cloud? In de cloud? Ja, ik heb het in de cloud. Bij mij hangt het gewoon boven het aanrecht in een soort wolk. En dan komt af en toe een druppel naar beneden wanneer ik het nodig heb. Ideaal. Kunnen ze, hè? Echt, 2 maanden. Meer hebben ze niet nodig.